Het was vanmiddag een uitgelaten boel bij bedrijf Van de Rooij in Son. Iedereen keek al ontzettend uit naar het weerzien met familieleden en collega's op Schiphol. De achterban en dan vooral de vrouwen van alle mannen, die hebben met z'n allen heel erg meegeleefd. We zijn echt een club en we gaan nou echt als een club hun ophalen. Ja. Klinkt mooi, hè? Ja. Gerard de Rooij, man van jou, kampioen van Dakar. Ja, geweldig. Ik kan niet beter. Ik ben er ook heel trots op. Ja, zeker weten. Even na 12 uur vertrok het gezelschap met twee bussen richting Schiphol. En ook onderweg was de sfeer prima. Eenmaal op Schiphol aangekomen was het geduld hebben en wachten. Super spannend. Ja, echt. 3 weken lang keispannend geweest. En nou, nou is het helemaal gewoon zenuwslopend. En toen was het weer wachten. Wachten op het zien van de kampioenen van Dakar. De avonturiers die naar de eindstreep in Lima met z'n allen op en rond de winnende truc van Gerard de Rooij stonden met de Brabantse vlag trots in top. Een prachtig beeld ook met de trotse winnaar en zijn trofee. Om 4 uur kwam dan eindelijk de kampioen van Dakar, Gerard de Rooij, door de deuren. En het eerste dat hij deed was zijn dochter omhelzen. Gerard, je bent weer terug in Nederland en dat is een emotioneel moment, denk ik, om hier weer terug te zijn en je familie te ontmoeten. Ja, dat is wel mooi. We hebben kinderen echt super gemist, de vrouw gemist. Dus terug in het land en super blij. Nou heb je die fantastische trofee, die heb je daar in je handen. Wat gaat daarmee gebeuren? Waar komt die te staan? Die komt lekker thuis te staan op de opaar, denk ik. En dat ik hem elke dag goed kan bekijken. Het is heel bijzonder. Heel traantjes, hè? Ja. Ik zag Gerard en jij zag het ook met jullie dochter en de traantjes kwamen. Ja, dat is dan niet zo moeilijk, hè, na al die tijd. Dan een hoop spanning en dan is er toch de ontlading die dan weer naar voren komt.